Hallo. Nou, dit is een hartstikke leuk begin. Hoi, wat gaan we doen vandaag? Een taart bakken. Een taart bakken. En wat voor taart? Maar straks vertellen we nog niet. Oh, nou, ik ben heel benieuwd. We gaan dan eerst maar eens kijken wat er allemaal in die taart moet, toch? Ja. Appels. Hebben we appels nodig voor de taart? Ja! Waarom? We maken een appeltaart! Ah. Pastel de massa. Pastel de massa. Suiker. Oh! Oh nee, dit zijn... Suiker! Twee handen is heel zwaar. Het mag niet vallen, vriend. Zo. Okay. En die heb ik op de markt gekocht. In de appeltaart gaan toch ook geschilde appels? Dus oh ja. En jullie gaan met papa. Hoe ging het ook weer doen? Niet. Hoe ging het ook weer doen? Schillen! Wie gaat er schillen? Ik! En ook dacht ik. En ik dacht, jullie gaan met papa deeg maken. Ja, oké. Okay. Ja! We hebben geen weegschaal, dus we moeten wel deze schaal gebruiken. We moeten een beetje gokken. Boter. Er moet natuurlijk ook bloem in. Die gaat nu het suiker erin gooien. Die is wel leeg hoor. Er moet ook vanillesuiker in. Er moet natuurlijk ook ei bij. Dit was poging 1. Ja. Dat ging mis, dus nu poging 2. Ja, het is nou kan je hem openmaken. Yay! Dit ging. Gelukt! Nu in! Poging? Er mag ook verschrikkelijk veel zout in. Nee, natuurlijk moet er ook nog. En het is het leukste. Ja. 1. Het deeg is klaar. En ook nog een smiley. Mama heeft de deeg hierin gedaan. Ingedaan. Maar nu hier dit. Overal? Ja. Tuurlijk. Dik laag gewoon alles? Nee, het mag er gewoon allemaal in. De taart is klaar. Hij gaat zo in de oven. Het deeg vinden we altijd het lekkerst. Jij ook? Schrijf het onder de reactie. De appeltaart is klaar. Ja, en wat zei je net toen je het voor het eerst zag? Wauw, zei je. Helemaal goed gelukt. Echt super lekker. Maar ook echt teamwork was het, hè? Dat heb je echt gewoon met z'n vieren gedaan. Doei!